Niemand wist dat een Dordtenaar ze verzamelde. Maar nu hij ze gaat verkopen, krijgen we een unieke collectie te zien. Niet normaal. 230 auto's in Nederland. Dat is haast onmogelijk. Eigenlijk is het wereldniveau. Ik denk niet dat in de wereld nog zo'n fonds komt. En het mooie is de diversiteit van auto's. Kijk, een verzamelaar die koopt dan Duitse auto's, Engelse auto's, Italiaanse auto's. Maar deze man, die had Italiaanse auto's, Duitse auto's, Franse auto's, Engelse auto's. Alles wat hij mooi vond, kocht hij. De mooiste auto's staan er ook tussen, hè? Ja, er staan waanzinnige auto's tussen. Er staan Cadillacs tussen, er staan Ferraris tussen. Er staan Maseratis tussen, er staan Alfa's tussen, Vassel Vega's. Dat zijn zeer kostbare auto's. Die heeft hij verzameld, weggezet, afblijven. Ik heb er een bod op gedaan, ik heb het gekregen, heel simpel. Maar ik wou het ook wel heel graag hebben. Maar het is een beetje een ontdekkingsreis. Hè? Ik heb het ontdekt. We hebben het een beetje geïnventariseerd wat het is. Het is een beetje als duiken naar een zeewrak uit 1700 en je vindt daar een kist met goud. Dat is het een beetje. Het is de ontdekking, het is de adrenaline wat me zo drijft. Ik vind het leuk, ik vind het mooi. Maar ik moet er ook iets mee. Dus ja, het moet verkocht worden. Zit er ook een auto bij waarvan u denkt van nou, die hou ik misschien wel stiekem zelf? Ja, die zit er wel bij, maar dat ga ik niet verklappen, want ik hoop dat die overblijft. Dat bepaal ik natuurlijk zelf. En die hou ik dan wel, die haal ik er dan wel uit.